Oh. Goedemiddag. Ik dacht, ik pak eventjes bij het begin van elke opnamesessie heel eventjes eerst eventjes de 20 levens die je normaal gesproken van Peach krijgt. Maar blijkbaar zit onze goede vriend Luigi weer eens een keer vast in een of andere stage. Zo te zien is dat Honey Hive, Galaxy, Yak. Maar blijkbaar zit Luigi daar vast. In ieder geval, goedemiddag allemaal. Dan ben ik weer zelf op Player 20. What's the word about this place? It looks familiar, but then again, let me give you this picture so you won't forget where Luigi is. Toadsnippet. Nou, in ieder geval, dit is dus de mail waar ik het over had van Princess Peach. Dus 20 levens krijgt bij het begin van elke opname. Ja, het is voor Mario en dan maakt ons eigenlijk helemaal niks uit. Maar we doen het toch. En ja, ik wil die 20 levens hebben omdat we beginnen met een opnamesessie. Maar goed. Nogmaals, hallo iedereen en welkom bij het kijken van deze Let's Play. Goed, als ik me niet vergis, de Honey Galaxy gebeuren die zat hier. En natuurlijk is het altijd eventjes vinden waar dat we heen moeten, waar dat we wezen moeten en waar dat we eigenlijk in godsnaam naartoe moeten. Voor Luigi, omdat hij elke keer vast komt te zitten op een of andere plek. Hij zat vast aan een boom, dus dat zal wel goed zijn of niet, dat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Volgens mij was het in ieder geval in deze stage ergens. Dus eventjes dat blauwe sterretje pakken, want we kunnen dus ons ergens naartoe schieten. Even kijken, Rolling Green Galaxy, Space Junk Galaxy, Battle Rock Galaxy, geen één van deze drie. Ik sta hier weer verkeerd. Nou ja, dat brengt me alleen maar eventjes goed om eventjes aan de nieuwe mensen die dus aan, kanaal gesubscribed zijn nog eventjes te verwelkomen. En heel eventjes een belangrijk iets te geven. Afgelopen weekend is er natuurlijk geen Minecraft geüpload en heel veel vragen kreeg ik erover van waarom is er geen Minecraft geüpload? Nou, heel erg simpel. Afgelopen vrijdag heeft Nederland wezen voetballen met WK. Ik ben zelf een hele grote sportliefhebber op het betreft WK en EK. Dus niet met andere voetbalwedstrijden, alleen maar die twee, aangezien dat maar één keer in twee jaar is. En de hele crew die wou op dat moment ook zeg maar mee het voetballen kijken. En aangezien dat we daar toch wel het een en ander daar hebben we hem. De ster. Ik denk, wil er heel eventjes op reden. En daarom hadden we dus zeg maar geen Minecraft aflevering. En we hebben ook een hele mooie wedstrijd gehad. Want Nederland die heeft, zoals jullie nog misschien niet weten. Hoe zou je dat niet kunnen weten? Maar goed, we hebben dus zeg maar kunnen winnen met 5-1 tegen Spanje. Wat dus zeker heel erg leuk was. Dit wil niet zeggen dat er woensdag geen aflevering komt. Aangezien dat woensdag Nederland weer moet gaan spelen. Maar... ja, ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar hoe dat dan gaat worden. En dit wordt opgenomen op maandag, dus dan is het alleen maar bewerken. En dan is het weer klaar. En dan kan ik gewoon voetbal kijken wanneer dat ik het zou willen hebben. Dus goed, we moeten Luigi vinden in een of andere boom. Als ik me niet vergis, is Luigi te vinden. En waarom kan ik niet in first person? Dank je. Als ik me niet vergis, zit Luigi vast in die boom daar. Yay. Nou, dan gaan we maar naar die boom toe dan. Dus ja, en voor de nieuwe subscribers die dus zeg maar op het kanaal zijn geabonneerd, wil ik jullie sowieso verwelkomen. Dit soort updates komen altijd te plaatsen wanneer dat er zeg maar een upload uitvalt, of wanneer dat er even een speciaal evenement is, of weet ik wat. Wordt allemaal natuurlijk gepost op mijn Facebook en Twitter van ZeldaP20. Mijn persoonlijke Twitter, een beetje persoonlijk af en toe, heel erg. Pas wel een selfie erop gemaakt. Normaal gesproken doe ik geen selfies, maar ja, het was een hele speciaal evenement. Dus alsjeblieft, sta botering mee met de... Oké, maar niet uit. We hebben in ieder geval weer een beach room. To be or not to be. Maar ja, in ieder geval, je kunt dus die links en alles van waar dat je mijn Facebook page kan vinden. Dat staat natuurlijk in de beschrijving. Wat leuk, wat heb je aan je plant. Weet je wat, ik ga jou gewoon met rust laten, ja? Ja, jij laat mij niet meer rust, maar ik laat jou wel om rust. Want ja, jij kan me toch niet achterna, want jij zit vast aan de grond. Hahaha, stomme en plantwezen. Daar kan ik ook niks aan doen. Goed, jou sla ik. See that area behind the waterfall? Ja, maar dan moeten we niet wezen, we moeten hierboven wezen. Dus, uh-oh. Nee, nee, dat was een dom idee! Ik wou zeggen, waarom ga ik niet door? Leuk, we beginnen met de verhaal! En natuurlijk heel eventjes een kleine easter egg te laten zien. Als je dus zeg maar de camera een beetje draait, dan kun je bij het begin kun je hier dus een M vinden van Starbit. Waarom dat het een M is en geen L, dat weet ik ook niet. Dat kan ik ook niet doen. Don't blame me. Oké, nou, als ik me niet vergis, kunnen we het zo halen? Ja, natuurlijk kunnen we het zo halen. Ik verlies inderdaad, want dat was net gebeurd. Dankjewel telefoon voor dat heel eventjes te mentionen. Ik moet echt een keer mijn andere e-mail geluid gaan maken, want echt serieus, ik word een beetje chagrijnig van dat ik de hele tijd de telefoon zit te vertellen tot ik aan het verliezen ben. Oké. Wat nou happen naar de baas? Pas erop, ik was net vriendelijk, nou niet meer. Ik heb één faal gehad, dus dan zijn we niet meer vriendelijk. Nee. Gewoon nee. Niet meer vriendelijk toe. Nou weet ik dat ik hier ergens naar boven moest om bij die boom te komen. Maar waar kwam ik nou voor weer?
Nou, heb ik heel erg veel mensen die dus aan mij vragen van... Goh, ja, ben je dit nou aan het acteren of ben je gewoon echt een hele grote noob in dit spel? Nou, ik ben geen noob in het spel. Ik bedoel, jullie hebben Mario Galaxy 2 gezien. Maar Mario Galaxy 2 is naar mijn opinion ook veel erg makkelijker dan Mario Galaxy 1. Maar het is een hele lange tijd geweest dat ik Mario Galaxy 1 gespeeld heb. En op dat, ja, zo heel eventjes te plaatsen, moet ik toch wel zeggen dat ik een beetje vergeten ben hoe sommige secrets een beetje werkten. En om precies te kijken waar dat nou ook alweer een secret star zat. Want het is allemaal nou puur op memory. Oftewel op mijn geheugen. En op een of andere vage manier werkt mijn geheugen heel erg goed als ik, Legend of Zelda aan het spelen ben. Legend of Zelda kan ik echt zo alles in één keer onthouden en alles. En dan kan ik veel meer focus op de grappen om die te plaatsen op sommige punten. Hoi Luigi, hoe gaat het? Dank je. Ja, dat ik me dan meer kan focussen op grappen. Luigi. Luigi! Luigi. Oh, ga je me nou vertellen dat ik geen bij mag zijn om jou te redden? Luigi, kom naar beneden. Luigi! Ow, 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 ow. Oh, hey, me! I hid here because of that big scary bug. Let's get the power star and get home! Okay. Heel erg leuk, mei. Ook al is het juni op het moment. Maar we praten over mei! Nou, weet je wat? Ik pak gewoon nog eventjes een beetje gratis Starbits en dan pak ik die ster. En dan gaan we weer! Duo Luigi! With the Death Star on Mario Kart 8. Ja, ik heb ondertussen ook Mario Kart 8. Yay! Dus ik weet niet of ik in video's van de touwen ga verschijnen met Mario Kart 8. Misschien dan moet ik natuurlijk sowieso nog met hem eventjes gaan bespreken en alles. Maar als jullie dat leuk vinden, laat mij het weten. Dan zal ik het hem ook even doorgeven. En dan... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben slecht in Mario Kart 8. Maar dat blijft tussen jullie en mij. Dus... Nou, ondertussen heb ik dus ook weer een nieuwe Game Pit nieuws gehad. Samen met Gregory, heb je die nog niet gezien, kun je natuurlijk heel eventjes kijken op het YouTube kanaal van Game Pit, want daar staat het op. We hebben weer groen scherm grappen gedaan en al die dingen. Dus altijd hartstikke leuk om te weten. Goed, zijn er een prankster comments of iets in die trend? Nee? Dan gaan we maar weer terug naar de slaapkamer. De lights are back on! Ja, nou. Gelukkig hoef ik jullie energierekening niet te betalen. Daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Want jullie fladderen hier toch alleen maar doelloos rond. Nee, serieus, jullie fladderen echt alleen maar door. Hier, jij staat hier. Jij staat hier gewoon 24 uur per dag voorbijgangers te zeggen dat dit de slaapkamer is. Wat voor een leven heb je dan? Ik zou het niet weten. Ik heb er 25 op het moment, geloof ik. Ja, ik heb er 25. Oh, gelukkig heb ik het goed gezien. Maar, ik bedoel maar! En jij staat daar de hele tijd met te vertellen hoe dat dan een poolstal werkt. Daar zitten we ook niet op te wachten. Oké, maar die hebben we compleet, die hebben we compleet, die hebben we compleet. Dan gaan we maar gewoon level 29 doen. Of level 29, dat level wat 29 sterren heeft. Dusty Dune Galaxy. Ik geloof me niet dat ik echt een hele grote fan ben van deze ster. Ster Run moet ik zeggen. Want jullie hebben het gezien in Mario 64. Ik ben niet echt een fan van drijfzand. Stinkzand. Oké. Soaring on the Desert Wind. Ik wist niet dat de desert zoveel scheten kon laten. Maar goed. Krijgt de wind van voren. Oh, gaan we nou windpunt maken? Ja. Oké, dus we hebben een paar bochtjes die laten zien dat we niet in de hierin willen vallen, omdat dat dus nogal dodelijk is, aangezien dat dat een skeletje is. Goh, dankjewel spel voor dat eventjes te vertellen. Wat lief. Oké, dus we moeten hier omhoog. Wee! Oh, en dan horen we Weegee-copter en dan kunnen we dus in het zand terechtkomen. En... Nee, ik wil deze tactiek dus eigenlijk gebruiken om dus naar de overkant toe te gaan. En dan weet ik dat hier een bonusster zit. En als ik me niet vergis zit hier ook een van de laatste groene sterren. Een van de laatste. Het is er nog maar één. Dus hoe kan het dan één van de laatste? Never mind. Oké, nou. Nou lieg ik eigenlijk tegen mijn kijkertjes. Omdat ik heb al wel degelijk gemined. Oh boy. Want ik speel ook af en toe Minecraft. En dan krijg ik ook heel vaak reacties over mijn Mario Galaxy 2. Omdat ik daar echt gezegd heb van... Ik zal niet Mario Galaxy 2. Of ik zal nooit eigenlijk beginnen met Minecraft. Want Minecraft, daar begin ik niet aan. Dat is een overhype. Ik het allemaal niet wat ik toen die tijd gezegd heb. Maar ja, zoals we allemaal weten, tijden veranderen. Dus nogmaals... Ja, ik heb dat toen inderdaad die tijd gezegd. Van tot ik in Minecraft zou doen, maar... Tijden veranderen. Het is hetzelfde als dat ik ook heb gezegd dat ik nooit Xenoblade zou doen en dat ik in één keer wel Xenoblade doe. Is it death? Nee, dit is een secret passage. Wacht eens even. Wacht eens even. Kan ik hier doorheen kruipen? Nee.
Swamp! Ik heb jouw boost nodig. Mag ik even omhoog? Oké, is dat boven death? Is dat boven de death? Ik wil weten of dat boven death is. Nee, er zit een leven, maar dat is death! Auw. Ik voel me nogal gesquishified. Oké, dus de makkelijke manier om hier eigenlijk te komen is gewoon om hier dus naar binnen toe te gaan en heel dat onderste gedeelte gewoon te skippen. Yay. Dan voel je eigenlijk best wel pro als je dan zo'n secret hebt gevonden. Oké, nou. Dus we weten dus, die toms die komen eraan, die zijn instant dead en we moeten dus heel erg snel zijn voor die leven. Ik vind die leven een challenge, dus ik ga het gewoon nog een keer proberen. Luigi daarentegen, die kan namelijk heel erg goed springen. Dus vandaar dat ik gewoon zeg van, kom op Luigi, jij kan die leven gewoon pakken. En die leven is ook nog eens een keer heel erg belangrijk, omdat, ja, je moet hier natuurlijk ook dat gouden shiny muntje ding. Oké, dat shiny muntje ding was niet echt heel erg boeiend. Beste kans is eigenlijk om hier naartoe te gaan en dan gewoon eventjes hier de Wiimote op te plaatsen en dan kun je al die starters meenemen. Tjooi! Oké, nou, we zitten weer op 25 levens, wat leuk. Oké, nou, dan ga ik gewoon hier dat doen. Geef me de starbits. Starbits zijn altijd leuk om te verzamelen. Ik weet niet waarom, maar gewoon dat plingelgeluidje en op het moment dat je er dan, 5 en 5, of dat je dan zeg maar, als je dan een leven hebt, dat je daar dan zeg maar een achievement voor krijgt. Nee, ik wil niet onder die twon blijven staan. Twons zijn gevaarlijk in dit spel. Normaal gesproken was het alleen maar een simpele hit die je ervan kreeg. En nu tegenwoordig is het gewoon, I will kill you. Zo staat het er echt bij. Oké, ze hebben ook helemaal geen één doel op iets. Want ze staan gewoon op één punt en ze doen hun ding. Ik bedoel, als ze dat een beetje meer timen, dan zouden ze misschien nog wel gevaarlijk kunnen zijn. Al moet ik wel zeggen dat ik er net nog eens gepoond ben, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat vergeet ik gewoon. Oké, we hebben hier weer een goud muntje. En dan krijgen we vuurbloem. Jee. Ik heb zoveel leuke ervaring met vuurbloemen. Oké, nou weet je wat, we blijven gewoon niet schieten en hopen dat we gewoon alles raken. Ja, ik wil jou ook raken, want jij staat op ondersteboven. Weet ik wel. Dat is een slecht iets. Oké. Oh boy. Auw. Was het proberen. Nog een keer. Ja. Oké, ik wil eigenlijk dat ding daarboven wel hebben. Het ziet er nogal boeiend uit. Dus geef mij deze vraag. Weet je eigenlijk waarom nu dat we daar een... Ze hadden daar beter een change op mee kunnen zetten. Zou het een beetje het eigen zijn. Dan vraag ik me af als ik hier naar beneden toe ga. Is dat death? Is dat die beneden death, jongens? Het ziet er nogal dodelijk uit. Dus laten we dat maar niet proberen. En ik krijg er zo weinig sterren voor. Doe je ergens moeite voor en dan... Gewoon... Oké. Dus... Waar gaan we nou naartoe vliegen? Ik vind het wel lachen dat Luigi eigenlijk zijn vlieganimatie heeft op het moment dat hij, tot hij dat doet. Dat is leuk. Vlieganimatie, je weet wel dat hij zijn armpje zo omhoog doet, dat hij de wingcap heeft in Mario 64. Oh mijn god, ik ga snel. Waarom poep jij rood knipperende keutels uit? Ik zou daar toch maar eens een keer mee naar de dokter toe gaan, maar volgens mij is dat niet, nee. Volgens mij, gewoon nee. Oké, nou, dan pakken we heel eventjes deze tornado, maar dan gaan we natuurlijk omhoog klimmen. Want waarschijnlijk zit de ster dus hierboven. En zoals we dus in heel erg veel Mario games kennen en ook in een hele slechte Zelda game waar ik niet meer over ga hebben. Ik heb het er nooit over gehad. Weten wij dus zeg maar dat we hier, dat we dus zeg maar dat heel erg vaak moeten klimmen. Want dat is een Mario ding. Iets. Oké, nou, er zit daar een coin. Wat doet die coin? Oh, die geeft launch. Nou, nee, eigenlijk zijn het niet echt launch stars, maar dat maakt niet uit. Oké. Ik wil naar die coin. Volgens mij ga ik dit heel erg ver. Geef me die tornado. Oké. Kan ik nog even in het midden blijven wachten tot hij goed staat? Oké, dat ken ik wel. Yay! Full coins en wall jumping. Ik vind wall jumping best wel leuk. Ik moet zeggen dat ik dat steading niet echt heel fijn vind, omdat ik meer focus altijd op het spelen van. Dat je de controls vast hebt en alles. Maar persoonlijk vind ik het... Nee, ik vind het niet... Dat mikken van... Pak je starbits. Nee. Gewoon nee. Oké. Wall. I'm gliding on a wall. En ik spring nou aan de overkant. Want dan maak ik me vrolijk. Want dan kan ik weer walljumpen naar de andere kant. Om eerst weer omhoog te gaan en dan weer omlaag te gaan. Want ik snap ook niet waarom dat zou moeten. Maar dit spel vindt het leuk om ons dus eerst helemaal om... Snap je? Dat vindt het spel leuk om te doen. Weet je wat? Ik ga gewoon een shortcut doen. Ja.
Bekijk hem in je platforming. Oh, daar is de ster. Oké. Hoi, ster. Vind je het eigenlijk als ik jou pak? Want ik moet jou verzamelen, blijkbaar. Voor een of ander vrouwke op een ruimteschip, blijkbaar. Die jullie krachten nodig heeft, blijkbaar. Om in een soort van machine te stoppen waardoor dat je uitlaatgassen wordt en van die hele kleine irritante beestjes gaat worden ofzo. Werk veel. Logica's met een broodje gezond verstand. En ik ben erachter gekomen dat jullie het heel erg leuk vinden als ik reference maak naar mijn oude Let's Play. Zoals bijvoorbeeld van heb je nog vragen en opmerkingen, ga direct naar www.vragenenopmerkingen.nl. Vraag me niet hoe dat ik aan die catchphrase ben gekomen, die komen gewoon in één keer zomaar uit mijn mouw. Een Hungry Luma has appeared. Wat leuk voor die Hungry Luma. Nou, hebben we maar 2 sterren en ik moet zeggen, aangezien dat we geen Minecraft hebben gehad en dat we pas op 15 minuten zitten ongeveer. Gaan we gewoon naar nog een ster van Dusty Dune Galaxy en praten we dit gewoon vol. Want ik moet zeggen, ik praat al behoorlijk veel, want ik ben behoorlijk enthousiast en gehyped over deze aflevering. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in om op te nemen. Denk ik. Dus. Ik heb er gewoon veel zin in. Laten we het daar maar gewoon op houden. Goed, dus Blasting Through the Sand. De bedoeling is dat we hier volgens mij starships gaan verzamelen van die blauwe krengen waar ik helemaal geen zin in heb, omdat ik nogal vervelend ben. We gaan het gewoon doen. Dus laten we een beetje meer over de levels hebben. Auw. Ik haat jou. Ik haat jou nu al. Jij vervelend beest. Oké, hier zit iets. Dit is een booby trap. Uh-oh. Ik wil niet dansen met jullie. Ga weg. Ik ga jullie comboen. Ik ga jullie keihard comboen als een pro. Oké, nou die laatste ook nog. Kijk. Zo doe je dat. Hallo? Poki! Sterf. Oh, dat werkt ook nog. Oké. Nou, laten we niet langer met onze kop in het zand vastzitten. Hè? En gewoon vlieg met me mee naar een vliegend plateautje hier, blijkbaar. En ik zit vast in het zand. Ah. Vast in het zand zitten heeft ook zo zo'n ding. Oh, hier kunnen we dus ook aan de onderkant. Hey, Hungry Luma! Hey, you got any... Je hebt een toadstem. If you want to transform, you need 20. Hoeveel heb ik er? Ik heb maar 6! Ik heb 20 nodig. Geef me die 20. Ik wil die bonusster doen. Ik heb nou een Hungry Luma. Ik wil nou die bonusster doen. Geef me er nog 4. Ik moet er nog 4 hebben. Geef me nog alsjeblieft er 1. Oh, dit wordt gevaarlijk. Dit wordt heel gevaarlijk. Wacht eens even. Als ik me niet vergis, zat er ergens een ster aan de onderkant. Dacht ik. Dus ik kan hier aan de onderkant lopen. Ja, hier zit een super shroom. Kan ik de camera draaien? Misschien. Een klein beetje. Ik vind het nogal eng om die beesten zo kapot te moeten gaan maken. Want dan ben ik bang dat ik naar beneden val en weer een faal heb waar jullie me uit voor gaan lachen. Nee. Oké, ik heb genoeg. Doei. Nee. Ja, die grap is ook tegenwoordig in een catchphrase geworden. En jullie wouden dat ik dat spel speelde. Nou, heb ik het spel gespeeld en dan gaan jullie weer beklagen dat ik dat spel een beetje te veel doe. Nee, maakt niet uit. Oké. Dan maak ik zelf kwijt. Oké, nou, je bent stuffed. Opoffering! Nog niet eens in een planeet of zo. Of wel? Je bent nog niet eens in een planeet. Dat is geen planeet. Dat is een aanhangsel van een planeet genaamd de piramide. Dat noem ik geen planeet. Oh, oké. Ik dacht dat je een aanhangsel was van. Maar oké, je bent een soort van planeet, zullen we dan maar zeggen. Een maybe planeetje. Laten we het daarop houden. Gewoon een maybe planeetje. Waarom ook niet? Dus, hoi. Dat ben ik jij. Oh, jij bent een, Oh. Jij bent zo'n gemene ster die net doet alsof dat het een ster is. Maar het is geen ster, want we moeten er 5 van vinden. En dan pas voor je ster. Flame. Dit level kan nogal vervelend zijn. Als je deze band passeert, dan gaat zeg maar het zandniveau gaat dan zeg maar omhoog of omlaag bij de andere kant. En zo moeten we dus zeg maar al onze sterretjes zien te vinden. We hebben er al 2, dus we hoeven er nog maar 3 te vinden. Nou zie ik er daar eentje en die haal ik gewoon. Goed, graag. Yay! Bij de krachten van zand. Doet me een beetje denken eigenlijk aan The Legend of Zelda. Twilight Princess. Je weet wel, zand, die maloot die eigenlijk dan zeg maar de slechterik is in samenwerking met kennen. Ik zal dat niet te veel spoilen, omdat dat nog een toekomstig project wordt voor een Let's Play. Dus ik zal daar niet te veel over spoilen. Nog. Waarschijnlijk doe ik dat toch ongeluk. Al moet ik zeggen dat die particles... Nee.
Leef ik nog? Ik leef! Weet je, het voordeel is, ik kan hier ook gewoon in het midden staan. En dan kan ik gewoon kijken van, oh, dat mag dus niet. Flame! Ik dacht bij mij, dan kan ik misschien een beetje cheaten om eventjes te vinden waar dat die laatste ster ergens moet zitten. Dus, laatste ster, waar zit je ergens? Laatste ster. Laatste ster, ik ben hier al geweest. Laatste ster, waar ben je? Ik ben op zoek naar een laatste ster. Want die zit ergens heel ver. Dus zal ik hem vinden. Ja, ik wil hem nu. Ik wil hem vinden, die laatste ster. Waar zit nou toch die laatste ster? Ik zie een doos daar staan. Ik weet ook niet waar ik over praat. Ik ben er in ieder geval over aan het praten. Deze plek. Oké, dus daar komt een opening vrij. Dus nou denk ik dat als ik hierin ga staan. Mag ik wel eventjes. Poef. En dan ga ik hierheen. Dan zagen wij hier zagen wij een doos. Ik zag hier een doos. Een muntje erin. Misschien leidt dat wel tot degene laatste plek waar dat ik nog één zo'n kristallen. Ja! Poep. En op een of andere manier verdwijnt van het zand of zo. Door de kracht van de groenigheid van deze ster. Dit wil zeggen dat we dus alle drie de groene sterren hebben. En dat we dus een speciale levels hebben unlocked. Yay! Dit wordt ook wel beschouwd als de drie moeilijkste levels van het spel. Yay! Ach ja, we hebben hem. Yay! Hoor mijn enthousiasme in mijn stem. Yay! Kennelijk krijgen we daar nou ook uitleg over van, hé, je hebt ze alle drie gevonden, kijk eens wat dat betekent. High score is updated. Yay! A new chapter has been added to the storybook. Niet nu, ik zit al een beetje over de tijd heen. You've managed to recover all of the green power stars and restore the green launch star. Yay! Even I don't know what's waiting for you out there beyond the green launch stars. Nou, ik ook niet. Maar, dat zullen we dan maar zien. Waarschijnlijk in de volgende aflevering. Ik wou eigenlijk nog meer doen van die dusty dinges, maar waarschijnlijk in de volgende aflevering moeten we dus eerst naar die green star dinges toe. Dus, ja, ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En heb je een leukste momentje? Laat natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik bedoel, het is Luigi. Die balk moet groen worden. Oké, sorry. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk morgen weer te zien voor een nieuwe aflevering. En ja, met dat ga ik nu afsluiten. Dus dit was Zelda Play 20. En tot de volgende keer maar weer. Doei! Auw.